Hey iedereen, vandaag doe ik de Voyage Collection Tag Series. Dit omwille dat de Body Shop zijn Voyage Collection van parfums en producten helemaal heeft vernieuwd, heeft veranderd, heeft het in een nieuw jasje gestoken, nieuwe verpakkingen en er is ook een nieuwe geur bij. Ik ga jullie vandaag vertellen wat mijn favoriete geur is van deze collectie en nog een heleboel andere tagvragen. Samen met vijf Vlaamse beauty YouTubers hebben we deze tag gemaakt en Alex hebben we zo onze eigen favoriete geur eruit gepikt. Kijk verder naar deze video, want iedereen van ons geeft zijn favoriete geur van de Body Shop Voyage Collection weg. Wat je moet doen om dit parfum te winnen, zal je horen aan het einde van mijn video. Dus blijf zeker kijken. Ik ga beginnen aan de vragen. De eerste vraag: wat is mijn ultieme vakantiebestemming? Is dat Italië, Japan, Fiji, Afrika of India? Wel, ik zou moeten zeggen, ik ben even aan het denken, ik ben enkel nog maar in Italië geweest en in Afrika, in het noorden van Afrika, Marokko en Tunesië. Maar ik denk mijn ultieme vakantiebestemming dat ik toch kies voor Fiji. En waarom? Omdat dat gewoon het meest exotische is. Het is super ver weg. Het is waarschijnlijk een droom die misschien helemaal niet gaat uitkomen om daar ooit te geraken. Maar het lijkt mij de meest exotische bestemming met de mooiste stranden en het meeste zon. Daarom kies ik voor Fiji. Wat voor een vakantieganger ben ik? Ik ben een vakantieganger die voornamelijk op vakantie rust wil. Ik ga niet heel veel op vakantie de laatste jaren. Sinds ik werk is dat beperkt tot 1 weekje per jaar. Langer neem ik geen vakantie. En dan wil ik 1 weekje echt wel compleet uitrusten. Dus absoluut noodzakelijk is voor mij een goed hotel met een goed zwembad en een leuk strand. En natuurlijk doe ik heel graag uitstappen. Want een volledige dag aan het strand liggen is ook helemaal niet voor mij weggelegd. Mijn ideale vakantiedag ziet eruit dat we in de voormiddag na het ontbijt iets gaan doen. Iets cultureel, de stad intrekken, iets gaan bezoeken. En dan na het middageten ongeveer terug naar het hotel. En dan nog een paar uurtjes relaxen voor het avondmaal. Graag een bestemming die een beetje exotisch is. Dat mogen eigenlijk alle bestemmingen zijn. Het mag een stad zijn, want daar hou ik ook heel veel van. Maar het mag ook ergens heel afgelegen in de natuur en aan een afgelegen strand zijn. De derde vraag: van welke geurherinnering word je helemaal happy? Wel, ik heb zo een allereerste geurherinnering. Ik denk van dat ik een jaar of 13, 14 was, ging ik al voor de eerste keren op kamp naar Spanje of Italië was dat. En toen heb ik de shampoo van Fructis gebruikt. Dat is een heel typische geur, die shampoo. En die geur is helemaal nog niet veranderd doorheen de jaren. Dus elke keer wanneer ik zo'n flesje Fructis shampoo opendoe en ik ruik die geur, moet ik echt terugdenken aan die eerste vakantieginder. Het was een soort hostel daar, dus de doucheruimtes waren ook allemaal samen met aparte kleine douches. Dus ik denk daar dan helemaal aan terug. Wat is mijn favoriete parfum van de Body Shop Voyage collectie? Wel, mijn favoriete parfum, hij staat hier, is de Indian Night Jasmine. Waarom? Omdat deze geur is iets volwassener, iets exotischer, iets zwaarder van geur. Ik kan niet zo super goed geuren beschrijven, dus ik zou jullie even vermelden welke geuren er allemaal in zitten. Het is een ideaal parfum voor een avondje uit of voor een date. Ik vind het parfum iets te zwaar voor overdag. Het is niet zo'n heel frisse bloemen of een frisse sportieve geur. Nee, helemaal niet. Het is een zwaardere geur met jasmijn. Ik ga even opzoeken welke geuren er nog allemaal in zitten. Buiten het jasmijn zit er verder ook neroli extract in, er zit freesia in, er zit violet in, er zit fleur d'oranger, dus oranje bloesem zit erin, magnolia en sandalhout. Dus ik denk dat jullie horen dat dit een iets zwaardere bloemige geur is, ideaal voor 's avonds voor op date. Ik vind de nieuwe flesjes ook super leuk. Ze zijn heel mooi. Ze bevatten allemaal 50 ml. En als ik me niet vergis, denk ik dat ze zo'n €27 kosten in de Body Shop. Dit parfum, de Jasmijn, de Indian Night Jasmine, deze kunnen jullie ook winnen via mijn kanaal. Dus blijf zeker even kijken. Welke producten naast het parfum zou ik nog gebruiken? Wel, er bestaat een body lotion, een body butter. De parfum bestaat, er bestaat een fragrance mist en er bestaat een douche lotion.
Ik zou gebruiken de body butter, omdat ik hou van een iets dikkere textuur van body lotion. Een body butter masseert gemakkelijker in, heb je minder product van nodig om toch heel rijk aan te voelen. En het geeft door de dikte van het product een hele dag of een langere tijd die lekkere geur af. Welke geurnoten maken je gelukkig? Wel. Ik wil bij deze vraag niet te hard ingaan op echte geurnoten die ze in parfum zetten, omdat dat mijn kennis ook niet is. Mijn kennis reikt niet zo ver over parfums. Ik zou jullie gewoon willen vertellen van welke geuren die ik dagelijks ruik, dat ik echt gelukkig word. Ik word heel gelukkig als het 's morgens heel mooi weer is en het gras ruikt zo heel lekker fris als je buiten komt. Of iemand van je buren heeft het net het gras gemaaid en je weet dat het een zomerse dag is, dat het gras nog wat nat is. Oh, vind ik heel erg leuke geur. Wanneer dat je buren of wanneer je ergens in de straat loopt en er wordt gebarbecued, ook zalig. Want barbecue is zo lekker en dan krijg je echt de zin om mee te doen. Welke geuren nog? De geuren van mijn vriend in de buurt bij mij vind ik ook echt heel leuk, waar ik gelukkig van word. Dat zijn zo de voornaamste. Want de volgende vraag is: als ik een geur zou mogen bedenken voor een parfum, welke geuren zouden hierin zitten? En dat is ongeveer hetzelfde als de vorige vraag, als ik dan over geurnoten zou praten. En dat ga ik nu wel proberen. Want ik ben absolute fan van de iets zoetere geuren. Ik hou heel erg van vanille en dergelijke. Van oranjebloesem, van appelsien hou ik ook heel erg graag. Misschien zou ik, als ik een parfum zou moeten uitvinden, zou ik een combinatie maken van deze hele zoete geuren. Dus appelsien, vanille, oranjebloesem, maar dan gemengd met iets heel fris, zoals fris gemaaid gras. Ik weet absoluut niet hoe dat de parfum eruit zou komen, maar als ik van die geurnoten moet opsommen, dan zijn het deze. Dan is er nog één vraagje: wat is mijn leukste vakantiefoto? Wel, ik heb er eentje opgezocht. Als ik in eerste instantie denk aan mijn leukste vakantiefoto's, zal ik sowieso denken aan een van mijn eerste reizen. En dat waren reizen met de vriendinnen. He, zo na mijn 18 jaar, zo de eerste keren op reis. Dus ik heb een leuke vakantiefoto uitgenomen met twee van mijn beste vriendinnen op een boot op een meer in Zuid-Frankrijk. Het was een reisje dat ik met een vriendin helemaal alleen naar daar ben gereden met de auto. Dus die rit zelf was al superleuk en eentje om nooit meer te vergeten. Wel, wat moeten jullie nu doen om dit parfum te winnen? Jullie moeten je abonneren op drie kanalen. Dat is ten eerste op mijn eigen kanaal, dus bovenaan op abonneren tikken. Ten tweede moeten jullie ook abonneren op het BBB Collab Team kanaal hier op YouTube. Dat is het Belgium Beauty Bloggers kanaal. Hierop zullen de vijf filmpjes verschijnen van de vijf mensen die de andere geuren ook doen en weggeven. Dus jullie moeten daar zeker een kijkje nemen als jullie misschien ook een andere geur willen winnen. Ten derde moeten jullie abonneren op het kanaal van de Body Shop. En dat is op Instagram. www.instagram.com/thebodyshopbe for Belgium dus. Deze drie dingen moeten jullie zeker doen en dan natuurlijk even onderaan in de vermelding laten weten duidelijk. Eerst eens inschrijven: ik doe mee. En dan word je via mijn persoonlijke YouTube-account na een week ongeveer op de hoogte gebracht of jij dit parfum gewonnen hebt. Het is belangrijk om te weten dat enkel mensen die in België wonen deze winactie kunnen winnen. Dus ik geef weg de Indian Night Jasmine, mijn favoriete geur van de hele collectie. De andere vier geuren kunnen jullie terugvinden bij Bjorn, bij Marijke, bij Emma en bij Laurence. Ik schrijf onderaan in de description box de vier links naar hun kanalen waar je hun parfum kan winnen en waar je hun tagvragen kan beluisteren. Deze winactie is geldig voor 1 week, dus na een dikke week zullen jullie te horen krijgen of jullie gewonnen hebben of niet via een privéberichtje van op mijn YouTube-account. Wel, ik hoop dat jullie deze tag leuk vonden. Doe gerust mee, zet de tag gerust voor, vertel wat meer over jouw favoriete parfums en jouw favoriete geurherinneringen. Ik zie jullie later, dag! Ik wou jullie kort nog even vermelden dat ik deze make-up look ook heb gemaakt in een make-up tutorial. Dus deze video komt er zeker aan na deze. Hopelijk kijken jullie ook naar mijn volgende video's. Daag!